Konnichiwa en leuk dat jullie weer allemaal kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Kjeld en vandaag was het 28 juli 2021. Dat is dag 5 van de Olympische Zomerspelen 2021 in Tokio. Met een nacht waarin Nederland zomaar is het eerste goud kan verwelkomen, want de roeifinales stonden op het programma met daarin volop Nederlandse medaillekandidaten. Roeisters Lisa Scheenaert en Roos de Jong veroverden een bronzen medaille in de dubbel 2. Roemenië pakte met groot machtsvertoon het goud en Nieuw-Zeeland won het zilver. De vrouwen 4 zonder met Hogewerf, Florijn, Klevering en Meester moesten genoegen nemen met een zilveren plak. In een nek-aan-nek race met Australië kwam de Nederlandse ploeg 0,34 seconden tekort. Ook voor roeiers Melvin Twellaar en Stef Broenink grepen in de dubbel 2 net naast het Olympisch goud. In een bloedstollende finale kwam het tweetal net tekort om Frankrijk van de eerste plaats af te houden. Maar het vlaggenschip van de Nederlandse roeivloot, de dubbel 4, hebben voor het eerste goud gezorgd voor Nederland in deze Olympische Spelen in Tokio. Het betekende tevens de eerste gouden roeimedaille bij de mannen in 25 jaar. Al ging het allesbehalve zelf voor de regerend wereldkampioen Wiersma, Uytterboogaard, Metsemakers en Wieten. In de finale van de mannen 4 zonder kon de Nederlandse ploeg niet voor een verrassing zorgen. Roel van der Bij, Ritsma en De Graaf kwamen niet in de buurt van het podium en eindigen als laatste in de finale. De vrouwen dubbel 4 met Yusifo, Beukers, Van Rooyen en Jansen bleven steken in de Seaforce Waterway op de 6e plaats en tevens ook de laatste plaats. De Nederlandse hockeysters hebben hun 3e groepswedstrijd op de Spelen met ruime cijfers winnend afgesloten tegen Zuid-Afrika met 5-0. En is de ploeg van bondscoach Allison Annen een plek verzekerd in de kwartfinales. Zwemmer Arno Kamminga heeft zich als 3e geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag in een tijd van 2:07.99. Hij heeft al een zilveren medaille op zak, maar gaat morgenochtend in de strijd voor nog een medaille. Femke Heemskerk had geen enkele moeite om een plaats in de halve finale veilig te stellen. Bokster Nushka Fontijn is haar 2e Olympische optreden begonnen met een overwinning in de 8e finale. Ze was in de klasse tot 75 kilogram de Poolse Elisibata Wojcik, ja moeilijke naam, na 3 rondes boksen de baas. En zo mag ze het zaterdag in de kwartfinales opnemen tegen de Canadezen. Dan een favorietje van mij, het wielrennen, de tijdrit bij de vrouwen en mannen. Om maar te beginnen met de vrouwen, werd het 2e goud behaald van de dag voor Nederland in de tijdrit van de vrouwen. Dus de 38-jarige favoriet, ja ze is er nog steeds, ze doen nog steeds mee om de prijzen, Annemiek van Vleuten. Ze was maar liefst 56 seconden sneller dan de Zwitserse Marlène Reuser die uiteindelijk het zilver pakte. Anna van der Breggen kwam 1 minuut en 1 seconde na Van Vleuten over de streep en moest genoegen nemen met het brons in haar laatste Olympische wedstrijd. Bij de mannen heeft Primoz Roglic het goud veroverd in de Olympische tijdrit over een heuvelachtig parcours rond het Fuji Speedway Circuit. Nederlander Tom Dumoulin, die speciaal voor de Spelen terugkeerde van een tijdelijke pauze van het wielrennen. Hij zag het allemaal even niet meer zitten door blessure leed, pijn bij het zadel. Dus nam even een pauze, maar hij was weer terug. En dat liet hij ook zien dat hij er nog is, Tom Dumoulin. Hij greep het zilver met voor hem natuurlijk een goud randje. Australiër Rohan Dennis pakte het brons. De carrière van handboogschutter Chef van den Berg zit erop na de kansloze nederlaag tegen de Braziliaan Marcos de Almeida met 7-1 en bleef dus steken in de 2e ronde op de Olympische Spelen in Tokio van het individuele handboogschuttoernooi. Gijs Broeksma won al eerder de 1e ronde van Thomas Chirol, maar
maar is net als Van den Berg ook in de tweede ronde uitgeschakeld. De Nederlander verloor na een shootout met 6-5 van de Japanse Furukawa. Judoka Sanne van Dijken heeft aan het Olympisch toernooi in de klasse tot 70 kilogram een bronzen medaille overgehouden. Ze rekenen af in de strijd om brons met de Duitse Giovanna Scorcimaro. Ze plaatste na bijna 8 minuten in een golden score een geslaagde heupborp en won met een ippon. Voor Noël van het End eindigde het toernooi in de klasse tot 90 kilogram in de herkansingen. Hij werd daarin op zijn zij gegooid met een wazari door de Hongaar Christian Teu. De op te spelen debuterende badmintonner Mark Kaljau heeft de achtste finales bereikt in het enkelspel. Hij won zijn tweede en tevens ook zijn laatste groepswedstrijd van de Indiër C. Praneef. Donderdag speelt hij de achtste finales tegen Kevin Cordon uit Guatemala. Na de 15-12 nederlaag tegen de Australiërs in het eerste poolduel kon de formatie van bondscoach Arno Havenga wel een opsteker gebruiken. En dat gebeurde. De Nederlandse waterpolosters hebben hun tweede groepswedstrijd niet gewonnen met 14-13 van de regerend Europees kampioen Spanje. Simone van der Kraats tekende voor 6 treffers. Dan gaan we kijken naar het medailleklassement. Japan op 1 met 13 goud, 4 zilver en 5 brons. 22 in totaal. 2 China, 12 goud, 6 zilver en iets meer brons dan Japan. 9 brons in totaal. 27 medailles. 3 Verenigde Staten met 11 goud, 11 zilver en 9 brons met 31 in totaal. De meeste van allemaal. En in de top 10, zien we Nederland. Van plek 31, als ik het goed zeg, gisteren met nog maar 3 zilveren medailles staan we er nu voor op plek 10. Dus met 2 goud, 6 zilver en 3 brons en 11 in totaal. Vandaag was het echt een magistrale dag voor de Nederlandse atleten, Team NL. Echt geweldig. 2 keer goud dus, 1 keer van Vleuten en van de dubbel 4. Geweldig om toch nog, het ging natuurlijk wat minder met de Nederlandse alleen 3 medailles naar 4 dagen is natuurlijk niet heel perfect. Maar nu staan we er gewoon weer perfect voor en als kleine kikkerlandje gewoon in de top 10. Dit was hem dan weer, deze video. Mooie medailles er dus weer bij, 8 in totaal, waardoor we natuurlijk nu op 11 staan. De mooiste medailles van vandaag vond ik het goud van de dubbel 4 en het goud van Annemiek van Vleuten. Van Vleuten viel in Rio 2016 in de wegrit en dit is toch een geweldige opsteker voor Annemiek van Vleuten. Zilver en dus goud gepakt. Zilver in Tokio op de wegwedstrijd en in tijdrit dus goud. En ook Tom Dumoulin, het zilver na zijn comeback en het even pauze nemen van het wielrennen. Is hij weer volledig terug, gaat ook weer wedstrijden rijden. Dus ik zie hem graag weer in actie. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog, abonneer gelijk dan hier beneden. En dan zie ik jullie morgen weer terug bij een gloednieuwe Olympische Spelen video dag 6. Ik zeg zo altijd, sayonara.